De eerste decennia na de bevrijding van België was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor de specificiteit van de Jodenvervolging of de Shoah of de Holocaust in België. Dat kan misschien veel mensen verrassen, omdat vandaag natuurlijk de Holocaust zowat het belangrijkste thema is als we denken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk is dat niet zo uitzonderlijk. In heel Europa was er geen of nauwelijks aandacht die eerste jaren na de bevrijding voor de specificiteit van de Jodenvervolging. En dat was dus ook in België zo. Maar misschien was het in België nog meer uitgesproken en nog meer sterk, nog meer duurzaam dan in andere landen. En dat had misschien ook deels te maken met het feit dat de grote meerderheid van de Joden in België tijdens de bezetting vreemdelingen waren, dat zij dus niet de Belgische nationaliteit hadden en dat zij dus na de bevrijding ook minder sterk stonden, minder sterk georganiseerd waren in de Belgische samenleving om actie te ondernemen rond hun specifieke verhaal en hun specifieke herinnering. Het beste voorbeeld om te illustreren hoe sterk dat gebrek aan aandacht was, is natuurlijk kazerne Dossin, de belangrijkste herinneringsplek rond de Jodenvervolging in België, dat de eerste decennia wordt omgebouwd tot privéappartementen en pas heel laat wordt omgebouwd tot een museum en een memoriaal, wat het vandaag dus uiteindelijk geworden is, kazerne Dossin. Wat heel interessant is in België, is dat er een heel sterk samenspel is tussen historisch-academisch onderzoek en een groeiende maatschappelijke aandacht. Je ziet op het moment dat het echt op de kaart wordt gezet dat het ook vanuit academisch-historisch onderzoek komt. Maxim Steinberg bijvoorbeeld in de jaren 80, Lieven Sarens in de jaren 90 met zijn onderzoek rond de Antwerpse Jodenvervolging. En dan nog later Gewillig België, een onderzoek rond de Belgische overheden dat ook besteld wordt door de Belgische regering. Dat is academisch onderzoek dat steeds in nauwe dialoog tot stand komt met groeiende maatschappelijke aandacht. En dat is dus heel interessant dat die grote aandacht die we vandaag hebben voor de Holocaust in België, dat die tot stand is gekomen echt in een soort synergie, in een wederzijdse dialoog tussen historisch onderzoek en maatschappelijke actie.